Dames en heren, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag heb ik een oude bekende, Sigrid, heb ik vandaag als de gast. En gisteren in de podcast met Joost heb ik dit ook al aangekondigd. En wij zijn er alle twee, Joost en ik, heel enthousiast over. Om gewoon een nieuw teamlid aan te kondigen en eigenlijk te introduceren. En Sigrid, ja, ik zou eigenlijk zeggen, mensen kunnen jou kennen van de eerste podcast die wij samen gemaakt hebben. Dat klopt. Waarin jij mij interviewde. Ja. Vandaag doen we het een klein beetje andersom. Onverwacht. Maar wat ook leuk is voor de mensen om te weten dat de prachtige begin en einde in de video's ook door Sigrid gedaan worden en de tekst. En daar ben ik je ontzettend dankbaar voor, dus bedankt. Maar wij hebben met elkaar gesproken al heel lang. En eigenlijk was ook de conclusie, hè, als we dan kijken ook naar de mannen, en ik heb het daar met Joost over gehad, van eigenlijk moet er gewoon een vrouw bij. Dat is heel belangrijk. En dan met name omdat wij aan de slachtoffers vragen van, weet je wel, kom naar ons toe met je verhaal. Dan gaan wij kijken wat wij daarmee kunnen. Maar wij zijn vier mannen. Ja, en wij vragen het aan een doelgroep die, ja, toch over het overgrote deel vrouw is. En ik realiseerde me, en toen hebben wij elkaar eigenlijk gelijk gebeld van, ja, dat is natuurlijk helemaal zo makkelijk niet. En toen heb ik het ook aan jou voorgelegd. En jij zei van, nou, ik wil heel graag helpen. En nou, hier zitten we dan samen. En voor de mensen thuis, kun jij wat over jezelf vertellen, Sigrid? Ja, zeker. Je zegt een oude bekende. Ik ben wel oud, maar voor sommigen jonge bekende minder. Ik ben 47 jaar. En ja, tijdens de lockdown is er bij mij wel een omslag gekomen. Ik dacht er gisteren even over na. Ik denk, dat is een beweging naar de rabbit hole van de ziel, als het ware. Zo voelt het voor mij. Dus echt een verdieping lager. En ook wel de wereld, hoe die voor mij was, is niet meer. Dus het is echt wel heel erg veranderd. En veel realistischer geworden. Dingen die ik al wel voelde en onbewust ergens wist, is voor mij echt wel realistisch geworden. En ja, ik zie veel helderder hoe situaties zijn. Of er gelogen wordt of dat er de waarheid gesproken wordt. Voor mij is dit meer een echte wereld dan de wereld voor de lockdown. Dat klinkt misschien heel vreemd. Maar toen de lockdown kwam, had ik zoiets van een soort van opluchting of zo. Van eindelijk kan mijn echte werk beginnen. En dan weet je nog helemaal niet wat er verder voor je klaar ligt ergens. En ja, nu is dat eigenlijk wel zo. Toen ik jouw filmpje zag, toen was ik heel erg geraakt door de kwetsbaarheid. En dat is wel een ding wat in mijn leven speelt, kwetsbaarheid. Het jezelf durven laten zien. Ik heb een achtergrond als klassiek zangeres. En daarna heb ik me verdiept in de psyche van de mens. Dus heb ik heel veel opleidingen gevolgd. En uiteindelijk ben ik dan therapeut geworden. Ik heb ook nog training gegeven, NLP, net wat Wouter heeft gedaan. En als je dan ziet wat er zich afspeelt nu in de wereld, dan voel ik gewoon heel sterk dat mijn missie nog duidelijker wordt en is. En dat is echt de mensheid helpen. Dus de mensen die echt uit de rabbit hole komen. Zo voelt dat echt voor mij als een soort missie. Ja. Dus, verder mijn verhaal. Ja, ik heb heel veel gedaan in mijn leven. En waarom dit onderwerp? Dit onderwerp raakt mij ook op verschillende manieren. Daar ga ik niet veel over zeggen, omdat er natuurlijk altijd andere mensen bij betrokken zijn die er vaak genoeg niet over willen praten. Ik ken de verscheurdheid van families als dit soort zaken spelen.
En dat is ook de reden dat ik extra voel, hier wil ik aan bijdragen. Dus ja. Dat is... Ja, ik vind het prachtig. En zo zijn wij ook samen er inderdaad ingegaan. En inderdaad, ik vind het gewoon ontzettend mooi om te vertellen dat het begon allemaal met één e-mail. Dat was de allereerste e-mail die ik kreeg nadat ik mijn filmpje geplaatst had, mijn allereerste video. En ja, dat was een e-mail van jou. En wat ik echt zo ontzettend mooi vind, en daarom wil ik mensen ook echt aanraden en ook uitdagen om met hun verhaal naar Secret toe te gaan. Niet alleen om ons te helpen in ons onderzoek, want wat je Secret vertelt, dat blijft bij haar. En het enige informatie die voor Joost en voor mij heel relevant is, is waar, wanneer en weet je nog wie. En ook dat is een proces, maar wat er voor de rest, wat er gebeurd is, dat is gewoon, hè, dat is gewoon vertrouwelijk. Maar wat ik wilde zeggen is dat, kijk, er zijn heel wat mensen die gezegd hebben van nou, ik wil helpen. En die mail je dan terug. En dan hoor je daar nooit meer wat van. En ik kan niet alles zeggen, maar Secret heeft zich meer dan bewezen. Kan ik wel zeggen. Om daar echt te staan. We hebben vaak nog tot laat contact. En 's ochtends zijn we alweer druk. Dus lieve mensen, wees daardoor gesterkt. Wees gemotiveerd. Want deze vrouw staat echt voor de waarheid. En die staat ook als een huis. Zelfs als ik... Als ik even een vraag heb, dan heeft ze ook een luisterend oor voor mij. Dus Secret, echt, ik ben echt ontzettend blij dat je in het team zit. Dat meen ik echt. En ik spreek ook namens Joost en namens de anderen. Ik ga er wat rechterop zitten, Johan, want ik krijg zoveel veren. Ik doe alles met heel veel liefde, hè? En ik ben ook gewoon mens. Ik heb ook mijn periodes van dat dingen wel en minder goed gaan. En dat zie ik bij mensen om me heen. Dat wat jullie doen is best heel pittig. En dan is het ook heel belangrijk om goed je grenzen te bewaken. En uiteindelijk te zeggen, tot hier en even niet verder. Ja. Dan moet je gewoon weer opladen. Dat is werkt voor mij ook zo. En dat werkt feitelijk voor ieder mens zo. Dus wat belangrijk is dat... Ja, dat je er bent, maar dat kan niet dag en nacht. Zo werkt het gewoon. Nee. En als je gelukt hebt, kan het wel eens een keer. Maar soms is dat niet het geval. Maar daarom is het natuurlijk wel belangrijk. We gaan een beetje monitoren hoeveel mensen zich gaan aanmelden. Juist. Maar het is wel belangrijk dat als het dus te veel is, dat het goed verdeeld wordt. En mijn intentie is wel om het team uit te breiden. En er zijn er wel een paar dames die al hebben gezegd, dat is heel mooi werk, dat wil ik ook graag. Ja. Nou vind ik het essentieel dat er heel goed wordt gekeken naar wat heb je al gedaan in het verleden, in hoeverre ben je bezig geweest met deze doelgroep. Gewoon goed uitvragen. Maar het meest belangrijk, ik ben dan hypnotherapeut. Ik heb psychotherapie gedaan, EMDR, waar Joost het over had, dat ook. Maar ook stemexpressie. Dus de wat spirituelere manier om bezig te zijn met traumaverwerking. Ja. Dus ik heb aardig wat zaken gedaan. Waardoor ik wel veel kennis heb hoe andere mensen ook werken. En wat ik eigenlijk altijd zeg, de liefde is het allerbelangrijkste, hoe je je hart openzet. Dat betekent niet dat je alles hoeft laten binnenkomen wat een mens vertelt, want het blijft altijd van de ander. Ik kan niks wegnemen, maar ik kan wel het luisterende oor bieden. En ik hoef geen eens advies te geven, hè? Want er zijn heel veel mensen, dat moet je zo doen, zo doen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen gehoord worden. Dat is het allerbelangrijkste. En dan mag het van hen vandaan komen wat er nodig is, wat zij nodig hebben. Hè? En ik ben niet iemand die met mensen in ongevraagd in therapie gaat. Absoluut niet. Wat wel belangrijk is, gewoon dat zij aangeven wat zij nodig hebben. En ik ben gewoon een luisterend oor.
dat doen we met elkaar, omdat het zo ontzettend belangrijk is dat de waarheid die nog niet gesproken is naar het licht komt. Ja. Dat mensen de moed krijgen en de kracht krijgen om zichzelf uit te spreken. En dat is al het grootste gedeelte van de oplossing. Ja, ben ik helemaal met je eens. Want wij zijn onopgelost, maar dan wordt het opgelost, ja. Op een bepaalde manier komt er beweging in. Alles waar je geluid aan geeft, waar je richting aan geeft, is een voortgaande energie, bewegende energie. Ja. En als dat gaat stromen, ja, dan komt er een nieuwe werkelijkheid, wordt er dan gecreëerd. Ja. En mensen die gaan nu ook echt wel zien dat eigenlijk hoe meer wij zwart gemaakt worden. Hè, als je een beetje terugkijkt in de nabije geschiedenis. Dus niet eens in de verre, maar in de nabije. Kijk, het begon eigenlijk in de katholieke kerk. Nou, misbruik. En iedereen werd er voor gek verklaard. Nou, later kwamen de mannen van Defensie, een hele andere kwestie. En uiteindelijk, die mensen hebben nu, en ik vind nog steeds niet genoeg, maar ze hebben nu in ieder geval erkenning gekregen. En toen kreeg je de misbruiken in de jeugdzorg. En ook daar zijn nu stappen gemaakt, ook die gaan een vergoeding krijgen. Ik hoop ook dat het waar is. Maar, en nu heb je dan het ritueel misbruik. Hè? Vorig jaar die motie aangenomen, toch zouden ze niks mee doen. En dit jaar hebben ze dan toch gezegd, nou, we gaan het wel doen. En voor de mensen thuis, kijk, dat is het patroon. Het is echt zo dat ze je eerst voor gek verklaren. En dan uiteindelijk, dan komt daar beweging in. En wij zien die beweging heel duidelijk. Zeker na de video's die wij maken. En vooral ook de Red Pill, de filmpjes tussen Joost en mij. En daarom is het zo belangrijk om een team te hebben, want... En Joost en ik hebben dit vaker gezegd, maar wij zijn alle twee, wij hebben geen therapeutische achtergrond. Dat hebben wij niet. En ik denk juist dat het heel belangrijk is voor sommige mensen die wij af en toe spreken, om juist wel met iemand te praten met een therapeutische achtergrond. En daarom wil ik ook al nu alvast aankondigen dat het kan zijn dat de mensen die contact met mij opnemen, dat wij tijdens het gesprek, dat we toch erachter komen van, goh, misschien is het toch belangrijk dat je met Sigrid in gesprek gaat. En dat zal voor Joost hetzelfde gelden. En dat is echt een mooie stap. Ik denk dat ook voor die mensen, want we willen recht doen aan jullie verhaal. En jij bent daar in ieder geval een stuk gespecialiseerder in. En Joost en ik zijn... twee onderzoekers. Nou, weet je wat het is? Het is het probleem is mensen die dit allemaal geheim hebben gehouden, hun verhaal geheim hebben gehouden omdat ze er niet mee naar buiten durfden te komen. Dat is gewoon omdat ze nooit serieus genomen zijn. En het wordt gebagatelliseerd, in een hoek geduwd. Het is niet waar of maak het niet zo groot. Maar ja, dan word je niet serieus genomen en dan denk je, ach, laat maar. Weet je, het zal wel niet belangrijk zijn. Of je gaat je steeds kleiner maken feitelijk. En dat is het, dan haal je niks meer uit het leven. Dan heb je zoiets van, waarom zou ik nou nog leven? Weet je, ik word toch niet serieus genomen. Wat houdt mij nog in leven? En dat vind ik wel een hele belangrijke vraag. Als je zware zaken hebt meegemaakt als ritueel seksueel misbruik. Wat houdt jou dan in leven? Waarom ben jij nu nog hier? Ja. Dat is echt even een heel belangrijk iets waar je bij na kan denken. Sowieso alle soorten misbruik. Hè? Maar goed, dit is nu specifiek de doelgroep. Ja. Maar, en dat is, vanuit mijn oogpunt, is dat een hele belangrijke sleutel.
Dus ja. Wat houdt jou in leven? En daaromheen, dat is dan super interessant om eens te kijken hoe je die energie, wat jou in leven houdt, hoe je die gaat uitbreiden. En dat, naar mijn idee, is dat dan om naar buiten te komen. Of je dat inderdaad via mail doet, je verhaal vertelt, of niet in beeld, maar wel met stem. Het stem geven aan, wat ik al eerder zei, is gewoon de helft van het werk wat je hebt te doen. Ja, want spraak, daar weet jij heel veel van. Hè? Hoe belangrijk het is om een stem te geven aan, ja. Ja, aan datgene wat je... Kun je dat nog eens heel kort uitleggen? Want ik vond dat heel krachtig. Weet je, dat heeft mij heel veel motivatie gegeven. De kracht van je stem, wat jij mij vertelde. De kracht van je stem. Dat is, hoe zal ik dat uitleggen? Mensen komen vaak bij mij, de laatste tijd wat minder, omdat die lockdown natuurlijk aardig voortduurt. En mensen steeds meer angst hebben om anderen te ontmoeten. Dat vind ik zo schrijnend aan dit verhaal. Maar goed, als je zelf de knop omzet, dan kan je dat transformeren. Dus alles hangt af van je eigen innerlijke kracht. Nou, en dat heeft ook mee te maken met die stem. Dus heel veel mensen zijn niet gewend om hun stem te gebruiken. Je hebt culturen waarin mensen echt kunnen klagen. Hè? Klaagzang, afscheid nemen tijdens begrafenissen of het vieren van bruiloften of andere feesten. Gebruiken ze echt hun stem heel intensief. En wij zijn dat helemaal niet gewend. We hebben een cultuur waarbij we dat totaal niet doen. Dus als je al een liedje gaat zingen, is het zo van, oh, wat doe je nou? Hè? Ja. Of ik ga maar niet zingen, want ik zing niet mooi. Of, nou ja, we hebben allemaal wel ergens een blokkade op onze stem, om onze stem te uiten. En nou is het zo essentieel om zoiets te hebben van, oké, wat ik voel mag eruit kan. En als je weet wat de energie van de stem kan creëren, ook zelfs gezondheid, dat er cellen in beweging komen. Je lichaam bestaat voor iets van 98% uit water. En je hebt dan een wetenschapper die heet Emoto, die heeft zich daar enorm mee bezig gehouden om te kijken wat er gebeurt met de kristalvorming in het lichaam als er bepaalde woorden wordt uitgesproken. En dat kan je zien, omdat je lichaam voor zoveel procent uit water bestaat, kan je dus, heeft hij getest dat water in een langzame bevroren toestand, heeft hij daar foto's van genomen, terwijl er bepaalde muziek gedraaid werd, of terwijl er bepaalde woorden gezegd werden als liefde, of oorlog, of haat, of noem maar op, betrouwbaarheid of warmte. Ja, en dan kan je zien hoe de kristalvorming is. En hoe lelijker de woorden waren, wat wij een lelijke energie vinden, hoe grover de kristallen waren. En hoe fijner de woorden waren, hoe mooier en liefdevoller de woorden waren, hoe fijner de kristalvorming was. Dus dan zie je dat het echt werkt. Ja. Er is bewijs voor. Dus dat betekent ook, alles wat je zelf denkt, dat creëert bij jou een bepaalde beweging in je lichaam. Dus goede gedachten, mooie gedachten, zuivere gedachten, betekent dat je een schonere lichaam hebt. En dat is wat ik iedereen gun. Want bij de slachtoffers, die worden ook echt beheerst door, ja, zoals ik het even gewoon vrij zeg, door vuiligheid van wat ze hebben meegemaakt, maar ook wat nog altijd met hen meereist. Ja. Kan jij daar wat over zeggen? Ja, ik kan daar wel wat over zeggen. Kijk, ik inmiddels denk ik er zelf over. En dat is voor iedereen natuurlijk persoonlijk. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je de kettingen naar je verleden echt doorbreekt. Die moet je echt doorbreken. En als je familie niet wil luisteren, omdat je misbruikt bent, dan zou ik echt zeggen, laat ik het dan maar gewoon zeggen, zoek dan een andere familie. Zoek andere vrienden. Zoek andere mensen om je heen. Als je niet serieus, mensen niet serieus naar je wil luisteren. Weet je, want dit is,
dit is ook jouw moment om erover te spreken. Dit is het moment waarop Nederland wakker aan het worden is. En ik vind gewoon dat die verhalen naar buiten moeten komen. Daar moet recht aan gedaan worden. En een van de rechten is, kijk, de rechtspraak vroeger bestond. Vroeger had je nog de echte rechtspraak. En wat voor de meeste slachtoffers eigenlijk belangrijker was dan de straf van de dader, was dat de rechter zei, je hebt gelijk. Ik geef je gelijk. Weet je, dan viel er eigenlijk als het ware al van, nou zie je wel, ik heb gewoon gelijk. En dat nu is in deze samenleving waarin haat en boosheid regeert, is het nu volledig op de straf gericht. En we vinden de straffen nooit hoog genoeg. Maar dat komt omdat er nooit echt recht gedaan wordt aan wat er ons overkomen is. Want tegenwoordig als een rechter zegt, ja, nou ja, oké, je bent misbruikt. Nou, de dader gaat de gevangenis in en dat was het. En dan ga je naar huis en dan denk je, ja, nou, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Weet je, heel anders als daar een rechter zit. Iemand die het echt begrijpt en die tegen jou zegt, weet je wat jij hebt meegemaakt? Het is gewoon verschrikkelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. En ik ben blij dat je je verhaal verteld hebt. En ik ga je ook de ruimte geven om je verhaal te doen. Weet je, ik wil recht doen aan jouw verhaal. En als dan de straf komt voor de dader, dan zal dat niet meer zo op nummer 1 staan. Want dan ga je die rechtbank uit omdat je denkt, weet je, er is in ieder geval recht gedaan aan wat mij overkomen is. En dat is niet in geld uit te drukken, lieve mensen. En ook niet in straffen voor de daders. Het recht doen aan iemand. Als jij een fout maakt en je gaat naar iemand toe en je zegt, ja joh, sorry. Of je gaat naar iemand toe en je zegt, weet je, het spijt me. Ik had het anders moeten doen. Je gaat er met een oprecht hart heen. Je hebt oprecht berouw. Dan is het voor mensen zoveel makkelijker. En ik heb niet erover, want anders denken mensen dat verkeerd. Ik heb het hier niet over de satanisten die berouw tonen. Ik heb het gewoon even over een situatie op je werk of thuis. Maar gewoon op het moment dat je oprecht bent, ja, dan mensen voelen dat. Want we zijn in oprechtheid allemaal met elkaar verbonden. Het stukje wat we kwijt zijn geraakt. Hè? Maar wat we nog zeker wel hebben. Weet je, die, dat je bij elkaar in elkaars aura staat. En dat je kunt aanvoelen van, god, deze persoon klopt. Of deze persoon heeft afstand. We hebben het nog. Ja. We moeten het met z'n allen wat meer omhoog gaan halen. En daarom ook onopgelost voor jou. En daarom ook Sigrid bij ons in het team. En weet je, daar, we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben nou ontzettend enthousiast. En ik hoop ook voor de mensen die nog niet hebben gesproken, dat ze toch de kracht vinden om dat toch te gaan doen. Ja. Dat hoop ik echt, want er moet gewoon recht gedaan worden aan jullie verhaal. Toch dat. Kwetsbaarheid is kracht. Hè? Dat vergissen mensen, daar vergissen mensen zich nog wel eens in. Als je je kwetsbaarheid toont, dan krijg je daar zo ontzettend veel uiteindelijk voor terug. In het begin denk je, ja, weet je, omdat de kring waar je in zit niet beschermend is, vijandig is en jou niet serieus neemt, is dat vaak bijna niet te geloven dat kwetsbaarheid een kracht is. Ja. Als je er eenmaal in een andere fase bent en je voelt wel mensen om je heen die serieus nemen. Je voelt een soort van community, je bent niet de enige. Weet je, dat soort dingen, dan wordt die kwetsbaarheid wordt kracht. Ja, absoluut. Dat is echt zo. En ik denk het laatste wat ik daar echt nog wel aan toevoegen is, heel veel mensen wat kracht, wat is dan kracht? Nou, kracht is wat je krijgt, is soms doordat je bepaalde keuzes maakt, doordat je zegt, ik pik het niet meer, ik ga het aanpakken, ik ga op de bres staan, ik ga mijn verhaal vertellen, ik ga mensen helpen. Dan krijg je echt een kracht. Ik ben zelf ziek. Ik heb een hart- en vaataandoening.
En daar waar het nu niet om mij gaat, maar ik weet wel dat ik zeker na mijn laatste operatie vorig jaar was ik echt, echt ziek. Echt een hoopje ellende. Mijn lijf wilde niet. Dat iedere dag migraine. Ik kon nauwelijks, mijn vriendin weet dat heel goed. Ik kwam bijna de dag niet meer door. En als ik dan nu kijk, ik zou het niet willen vergelijken met een wonderbare genezing. Nou, laten we erop hopen. Je weet het nooit, je mag nooit nooit zeggen. Maar het is wel zo dat ik wel echt kracht heb gekregen van de reacties van mensen. Van de liefde en de waarheid die Joost en Wouter en de oprechtheid en de strijdbaarheid. Dat je wordt als het ware met z'n allen, je neemt elkaar mee. Ja. Je draagt elkaar. Ik heb ook soms echt dat ik denk van, het voelt ook echt alsof ik de dag doorkom dat ik dat niet meer alleen doe. Ja. En dat is echt, en daarom mensen, en dat begint allemaal bij het durven vertellen van je verhaal. En dan staan wij echt als team, staan we voor je klaar. We gaan kijken wat we voor je kunnen doen. Of Sigrid kan doen, of Joost, of ik. Weet je, maar ik denk echt dat voor de mensen, zeker voor de vrouwelijke slachtoffers. Ja, dat is ook zo. En soms zijn er ook mannen, hè, die hebben problemen met mannen. Die kunnen ze aanhoren, maar echt de vertrouwdheid, dat kan ook een probleem zijn. Dus in die zin kunnen er zich ook natuurlijk mannen melden als ze dat liever hebben. Ja. Maar met vrouwen is vaak wel een feit dat dat zo is. En waar kunnen ze jou mailen? Ja, ik heb daar een heel mooi e-mail voor adres voor gemaakt. Van ProtonMail. Dat is gesprek voor jou. @protonmail.com. Kijk, dus dat is mooi.